Natalia, de bezuinigingen op jeugdzorg moeten van tafel. Ja, er zijn zorgen over 511 miljoen euro. Dat is hoeveel het demissionaire kabinet wil bezuinigen op jeugdzorg. Bovenop de 1 miljard euro die ze al in moeten leveren. De druk op jeugdzorgmedewerkers neemt toe. En het aantal aanmeldingen stijgt. Straks om 10 uur praat de Tweede Kamer over deze bezuinigingen. En Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks PvdA wil dat de plannen meteen worden teruggedraaid. En zij dient straks een motie in. Dit is echt een extra bezuiniging. En niemand heeft nog enig idee hoe je dit nou op een goede manier kan invullen. Dus zonder dat het ten koste gaat van de meest kwetsbare kinderen. En ik vind dat echt gênant in een land als Nederland. En daarom wil ik dat deze extra bezuiniging van tafel gaat. Nou, als deze bezuinigingen doorgaan, dan gaat dat echt ten koste van kinderen die hulp nodig hebben. En dan hebben we het over de meest kwetsbare kinderen. Dus kinderen die mentaal in de knoop zitten, die echt professionele hulp nodig hebben. Op mijn verzoek heeft de staatssecretaris vanochtend nog een brief naar de Kamer gestuurd. En daarin heeft hij verteld van ja, hoe zouden we nou deze bezuiniging kunnen invullen? En eigenlijk is zijn antwoord, het kan niet. Het is onverantwoord. Het gaat echt ten koste van de meest kwetsbare kinderen. En dat is de reden dat wij vandaag een motie gaan indienen. Dat we eigenlijk tegen de Kamer zeggen, haal die bezuiniging van tafel. En dat we ook tegen de partijen die nu aan het onderhandelen zijn zeggen, dit is onverantwoord, dat hebben jullie afgelopen jaren voortdurend geroepen. Hou nou je woord en maak het niet alleen een loze verkiezingsbelofte, maar doe met ons mee om deze extra bezuiniging van tafel te halen. Ja, Natasja, ik zie bij jou de boosheid. Ja, ja. Nou ja, dan gaat het nog meer ten koste van de kwetsbare kinderen. En is er nog minder aandacht. Want de hulpverleners staan nu al met hun rug tegen de muur. De werkdruk is zo hoog. Dus op het moment dat daar nog meer bezuinigd gaat worden, dan gaat het gewoon, is het een neerwaartse spiraal en gaat het gewoon steeds slechter. En het gaat nu al heel slecht in de jeugdzorg. Ja. Dus daar kan ik heel boos om worden. Nee, ik ben het enorm met Lisa eens. Meneer Erkens, wat gaat de VVD hiermee doen? Nou ja, ik hoor het nu ook in het nieuwsoverzicht. Mijn collega gaat daar het debat over aan. En wat zij precies gaat zeggen, dat weet ik ook niet. Maar ook voor ons staat voorop dat die kwetsbare kinderen niet de dupe ervan mogen worden. Dus dan zal het debat ook uitgewisseld worden. Ja, duidelijk.